Zo, vraag van de dag. Rudo, ik zou graag. We gaan op regelmatige basis een bepaalde vraag van onze klant pakken. En voor vandaag is de vraag. Eentje die ook nogal een keer voorkomt. Rudo, ik zou graag mijn creativiteit terugvinden. Het is eigenlijk een grappige, en als ik die vraag krijg, refereer ik ook direct altijd naar een blog die ik enige tijd geleden geschreven had rond creativiteit. En vandaar ook, ja, het is niet de NASA, het is SpaceX, maar er is een studie geweest van de NASA die eigenlijk, ze zochten een, dat is ook een organisatie die grenzen wil verleggen, dus ze zochten mensen met de nodige creativiteit. En ze hadden dus een onderzoek gedaan om te weten van, ja, hoe kunnen we de mensen vinden met creativiteit? En als ze de studie deden, dan bleek eigenlijk dat 98% van de 4-5-jarigen heel creatief waren. Dus eigenlijk de visvijver startte in ieder geval heel groot. Echter, bij 10-jarigen was het al maar 30%, bij 15-jarigen was het 12% en bij volwassenen is maar 2% die creatief is. Nu, dat zou kunnen zijn, ja, dat dat iets is dat afstermt, creativiteit, maar daar geloof ik zeker niet in en al zeker niet bij snelle denkers. Dus ik denk, creativiteit terugvinden is eigenlijk vooral durven. Dus ik heb hier een beeld gestoken met de kinderen, die zijn enorm creatief, enorm speels. En hoe komt dat? Dat is omdat ze nog geen grenzen kennen en dus ook geen grenzen leggen. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je in structuren stapt en eigenlijk in structuren die je gaan verstikken. Zeker veel van de hoogbegaafde klanten botsen daardoor mijn creativiteit nogal een keer. Op school botste al, want het is een vrij strak proces dat je moet doorlopen. En als je zo'n creatieve ziel bent die heel breed denkt en van alles tegelijkertijd zit te doen, dan gaat je eerste botsing daar al hebben. Maar zeker in een bedrijfscontext gaat die creativiteit eigenlijk afgeremd worden. Nu, dan heb je eigenlijk twee keuzes. Oftewel, ga er mee met de flow. En ga je die creativiteit laten voor wat dat is en dat misschien in een hobby gaan toepassen. Of je kan natuurlijk ook zelf meer freewheelen, nieuwe cursussen doen, een keer kijken naar andere sectoren, ideeën opdoen, ideeën poneren ook. En ook daar kan dan, en zoals jullie weten ben ik enorm fan van Covey, ook daar kan je dan gaan nadenken, oké, wat zou mijn baas kunnen overtuigen? Wat zijn eigenlijk de noden van mijn baas? En die ideeën die ik heb, hoe kan ik die zo verwoorden dat dat ook meer waarde biedt voor mijn baas, waardoor dat ik eigenlijk die creativiteit in kan botvieren, want je hebt er een nood aan. Zeker snelle denkers, hoogbegaafden, hebben nood aan dat divergent denken, want ja, creativiteit dat is ook dat divergent denken, out of the box denken, hè. Where is the box, zeg ik altijd. Dus gaat daarin mee, zorg dat je probeert in projecten te geraken waar creativiteit meer tot zijn recht kan komen. Wees alert voor opportuniteiten om echt je brein ten volle te laten werken. Doe eventueel vrijwilligerswerk. Je hebt duizend en één mogelijkheden om te gaan proeven van andere dingen. Je hebt mensen die op latere leeftijd een muziekinstrument gaan leren of boetseren. Of, dan kan ook echt met je handen dingen doen zijn, maar zoek naar uitdagingen die jou creatief prikkelen. En je gaat zien hoe meer van die uitdagingen dat je pakt, hoe meer zin dat je ook krijgt om andere uitdagingen te gaan oppakken. Zo, dat was eigenlijk de eerste. Creativiteit. Weet dat je ze aangeboren hebt, hè? 98% heeft het. En denk voor vandaag al een keer na of dat je iets kleins creatiefs zou kunnen doen. Google de keer, ga op Pinterest en prikkel jouw creativiteit. Ga op zoek naar die dingen waar dat je een warm gevoel bij hebt. Flitst eventueel terug naar jouw jeugd, naar jouw kindertijd. Wat deed je toen graag? En is er een volwassen equivalent voor die activiteit die je zou kunnen vinden? Ik zou zeggen, veel succes met het vinden van jouw creativiteit. En weet dat er maar 2% is die het dan op 5 jaar niet meer had. Dus de kans is enorm groot dat er ergens wel creativiteit verstopt zit in jou. En de belangrijkste, enigste manier om dat te vinden is dingen doen. Veel succes!